Alle kinderen in de gemeente Ede weten het al. Sinterklaas is aangekomen in Ede. Op zaterdag 17 november kwam de Sint onder andere per trein in Ede Centrum aan. In het Edese Sinterklaasjournaal was te zien dat een boef de cadeautjes wilde stelen. De Sint en zijn pieten probeerden dit uiteraard te voorkomen en tot een goed einde te brengen. Van harte welkom in Ede en kijk eens hoeveel mensen er zijn gekomen. Nou, leuk al die Edese kinderen, hè? Ja, heel leuk, echt. We houden van onze Edese kinderen. Er gaat ook nog gezongen worden? Ja, natuurlijk. Tuurlijk, leuke liedjes. Gezellig. Lekker pepernoten eten. Mag uw dochter zijn schoen zetten vanavond? Ja, zeker. Zet u hem er zelf ook bij? Het liefst wel, maar het is echt voor kinderen. En oefent u ook Sinterklaasliedjes? Ja, zeker. Welke? Sinterklaas kapoentje. Gaan we samen zingen? Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn les. Dank u, Sinterklaas. Wat voor soort Piet ben jij eigenlijk? Ik ben de DJ Piet. Oh, nou, dat klinkt heel goed. Ja, we zorgen dat gewoon hier op het plein, dat iedereen gezellig een feestje gaat vieren. En dan zorg ik voor de lekkere dansmuziek. En ga je nou vanavond ook je schoen zetten? Ja. En wat doe je erin? Ik doe een wortel in voor het paard en dan een schaaltje met water. Wat doe je erin, in die schoen? Een wortel voor het paard, Americo. En we doen er ook een tekening in, hè? Nou, je bent een beetje zwart. Ik ben Zwarte Piet. Je bent Zwarte Piet. Oh, je werkt voor Sinterklaas. Ja. Wat voor cadeau wil je graag hebben? Lego cadeau. Wat voor cadeautje wil je hebben? Een trein. En wat wil je van Sinterklaas hebben? Ik wil, eigenlijk maakt het me helemaal niet uit, maar ik wil heel graag een LOL cabine. Wat doe je in je schoen? Verlanglijstje, hè? Voor de cadeautjes. Rekening voor Sinterklaas. Zeg, en wat wil je van Sinterklaas graag hebben? Cadeautjes. Jullie zijn hoofdcadeaupieten. Wat houdt dat in? Dat wij zeggen wat ze in moeten pakken. En de namen die erop moeten. En hoe ze ingepakt moeten worden. Hebben jullie nog gecontroleerd of alle cadeautjes er nog wel zijn? Dat schijnt op dief te zijn. We hebben de helft nu gecontroleerd. De andere helft moeten we nog doen. Maar... dat gaan we redden, voor pakjesavond. Vorig jaar hebben we ook van allerlei spannende dingen meegemaakt. En dit jaar natuurlijk ook weer. Het is maar te hopen dat, ik denk dat er een boef is ergens, maar ja, ik kon hem niet te pakken krijgen. Dus hopelijk gaat alles goed dit jaar. Is er wel helemaal geen dief? Ik heb hem wel gezien, de boef. Maar alleen in cultura. En daarna hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Want u heeft natuurlijk contact onderhouden met Sinterklaas, want die zou wel zeer bezorgd geweest zijn. Zeker, heel bezorgd, ja. Maar ja, tot nu toe gaat alles goed. Maar is dat eigenlijk wel een goede zaak om te stelen? Kun je niet beter geven aan al die kinderen? Maar stelen, dan hou je meer voor jezelf. En dat is wel voor mij echt veel fijner. Hallo Pieter, ik zei pakken, niet inpakken. Oh ja! Sint heeft gauw een goed hart, dus ik vind dat ik eerst moet vragen... Boef, wat heeft jou bewogen om cadeautjes te stelen? Nou ja, ik vind stelen eigenlijk gewoon heel leuk. Leuk. Wie vindt nou stelen leuk? Vinden jullie stelen leuk? Ja toch? Hoor je dit nu goed, boef? Stelen is niet leuk. Delen, wat is dat? Weten jullie wat delen is? Kijk, ik doe het elk jaar als ik hier kom, dan wil ik graag delen. Delen geeft namelijk een goed gevoel. Delen is een heel goed ding. Daar zouden meer mensen wat mee moeten doen. Delen, dat geeft vreugde. Lisa, jij bent kinderburgemeester. Dit is natuurlijk wel een topdag voor je. Ja, natuurlijk. Sinterklaas is een kinderfeest, dus dat is echt geweldig om dat vandaag bij te wonen. Ga je zelf ook je schoen zetten? Ja, zeker. Vanavond. En wat hoop je dat erin komt? Een witte chocoladeletter. Meneer de burgemeester, de hamvraag. Zet u zelf uw schoen vanavond ook? Uiteraard. Tuurlijk, ik hou van pepernoten en zo. En misschien ligt er ook wel wat anders in. Maar heeft u zich wel een beetje netjes gedragen de afgelopen jaar? Want anders gaat het niet gebeuren hoor. Ja, dat moet blijken vanavond. Als er niks in ligt, dan weet ik dat ik me niet gedragen heb kennelijk. De burgemeester beweerde net dat hij wel wat in zijn schoen zou krijgen. Maar heeft hij zich een beetje gedragen het afgelopen jaar?
Ja, daar ben ik nog in overleg met Sinterklaas en de Zwarte Piet of dat doorgaat. Ja. Dus de vraag of hij de schoen mag zetten? Ja, dat hoor ik zo meteen, hoop ik. En u zelf dan? Nou, ik ga het wel proberen, ja. Die Sinterklaas, is dat wel een beetje een leuke baas? Hij kan af en toe een beetje grommig zijn als het niet zo gaat als hij wilt. Maar voor de rest is het een hele lieve man. Sinterklaas, u bent met de trein gekomen. Was u niet liever met uw paard gekomen? Ja, natuurlijk wel. Maar Americo staat op het ogenblik in de wei. En die moet rust hebben, want ik moet vanavond met hem opstappen. Hè. Dus al die wortels in die schoenen, die krijgt hij wel? Ja, zeker. Dat is krachtvoer voor hem. Die kan er alvast op verheugen. Zeg eens, Sinterklaas, wordt het niet een beetje tijd dat er eens wat nieuwe Sinterklaasliedjes worden gemaakt? We hebben hier een uitstekende stadsdichter. Hou nou toch op. Ik begrijp de oude Sinterklaasliedjes. En het is nog altijd ouderwets gezellig feest, hè? Ben jij een beetje een belangrijke, Piet? Nou ja, belangrijk. Wel belangrijk genoeg dat Sinterklaas mij vooruit heeft gestuurd om te kijken naar de gemeente Ede. Want Sinterklaas die wil hier gaan slapen. Nou, dus we zijn bij Hoekelum geweest, bij Acousticum geweest. En uiteindelijk is het Cultura geworden. En ja, het is helemaal fantastisch. En moet je kijken wat een hoop kinderen en wat een hoop lieve kinderen hier in Ede. Ja, dat is helemaal geweldig.